Hallo iedereen, GamerAnon hier. Mijn naam is SkyDiamond en welkom bij Lasting. Dit is een pixelated horror game. Ziet er een beetje uit als Hide. En het heeft deuren. Dus ik moet diskets gaan verzamelen. En hier is er al eentje. En ik moet dus gewoon diskets zoeken. Maar ik ben dus niet alleen. Toch dat leuk in die horror games dat je weet dat je niet alleen bent. Oké. Okay, nee, dacht dat ik iets hoorde. Dus we zijn dus. Oké, dat is dus op slot. En hier is een deur. Oké, voorlopig zijn het enkel deuren. Meer deuren. En deze is op slot. Dus, ik ben benieuwd wat er zo beter op mij af gaat komen. Toch altijd leuk als je weet dat je niet alleen bent. Wauw. Volgens mij is het ook random... Oh, hallo. Generate. En deze op slot. Fijn. Maar nu, gaat er een monster achter mij verschijnen? Ik hoop van niet. Oh, dit is leuk. Oké, ik heb ook een sprintknop. Oh. Oké. En we hebben dit weer. Dus ja, dit is waarschijnlijk random generate. Toch altijd, dat zijn toch altijd de leukste games. De random generated games. Dus. Het geluid is leuk. De ambiance van de ruis maakt het er niet beter op. En ik kan ook niet ver zien, dus dat maakt het ook niet leuk. En de voetstappen zijn redelijk laat. Dus alle fantastische combinaties. Oké, alle deuren zijn op slot. Fantastisch. Oh! Disket op de grond. Ja, de controle is stukken. Oké. Dat was verwarrend. Dus. What the fuck is dat? Wat is dat? Hi? Oké, dat was dus. Wat was dat? Dat leek een paal, maar dat moet waarschijnlijk een ventje voorstellen. Is het Slenderman? Oké, dus ik denk dat ik op de grond moet kijken op het disket, sinds dat ik er daarin heb gevonden. Zou er ook leuk zijn als ik er op tafel zou vinden, zoals die eerste. Dus ik heb al twee diskets. Dus ik weet niet wat ik moet doen om te winnen. Maar hopelijk vind ik de manier snel, want... Oké, nee. Ah, leuke gangen. Nog zo betegeld ook nog eens. Die gangen zijn het engste, vind ik. Van hetgeen dat ik voorlopig heb gezien. Op dat ding na, natuurlijk. Dus... Ga ik nu dood? Die gangen zijn ook heel fantastisch. Oeh, oké. Deuren à volonté. Je komt er geen tekort in deze game in ieder geval. Oké, deze kant. En meer van die hoeken. Die hoeken vind ik ook een van de ergste dingen. Als ze zo'n smalle gang zijn, heeft zo'n claustrofobisch gevoel. Oké, dat is hier. Laat ik meer deuren openen. Oké, dit is hier. En deze is op slot. Dus laten we in de gang gaan. Voorlopig gebeurt er niet zoveel. Maar dat gaat zo hard tegen mij gebruikt worden, want ik ken zo'n game. Oké. Deuren, en ik ben eigenlijk totaal verloren gelopen op het moment. Op slot. En ik begin dit steeds onaangenamer te vinden, want er gebeurt niet veel en daar maak ik me zorgen over. Oké, ik hoor iets. Op slot. Oké. Op slot. Ik hoor iets en ik vind het niet leuk.
Ik zweer het. Oké. Nu is het voorbij. Dus voorlopig gebeurt er niet zoveel. Maar... ik zweer het, die gangen, ik voel me daar echt niet gerust bij. Want daar was ook de keer dat ik dat stokventje, waar zijn we? Stokventje, weet ik veel. Het is een stok voor mij sinds ik het opzij zag. Oh, hallo. Wil ik hier eigenlijk wel naartoe gaan? Oh. Wat is een doodlopend einde? Het zijn allemaal toiletten. Oké, ik wil hier eigenlijk zo snel mogelijk weg. Dit ziet er echt uit zoals Hyde, alleen zijn de pixels iets minder groot, want daar waren die eigenlijk gigantisch. Wat wel eigenlijk een unieke stijl is voor een horror game. En ik probeer zomaar wat te vertellen in mijn ogen. En ik wil weten wat er hier is, want sinds al die wegen hier zijn doodlopend. En dus... ik zweer het. Die gangen. En een hoekje. Nope, niks. Oh fuck! Wat? What the fuck? Doe die deur toe! Oké, dat was iets! Oké, dat was dus een ventje en het is niet lief, denk ik. Oké, laat ik dat doen. Ik hoor een deur. Deze deur toe. Zodat het mij niet vindt! Oké, dat is voorbij. Dat was aangenaam. Ah, fijn. Zo, deuren. Oh, oké, mijn muis. Wait. Oh, oké, die tafel leek alsof dat ding was. Oeh. Dat heb je dus met die pixelated dingen. Alles lijkt er een beetje hetzelfde. En ik heb nu die... oh! 4! Yes! Hallo. Dus, deze keer was het... nee. Daar wil ik niet naartoe. Dat gaat terug naar die dingen. Ik wil naar hier. Ah, oh, fijn. Daar kan je dus niet naartoe. En ik sluit deze deur achter mij voor de zekerheid. Op slot. Yay. En weer zo'n toiletten. Oké, dus dit is random generated. En ik voel me totaal verloren gelopen. Oké, nee, dat zal doodlopend zijn, want daar was die dingen. Ik zweer het, hoeveel diskets moet ik hebben? Zijn het hetzelfde als de 8 pages? Ik onderstel me niet, want het is een totaal verschillende game. Ik heb echt het gevoel dat die gang, want ik ben die al 2 keer tegengekomen in een gang. Dus dat moet niet toevallig, dat kan niet toevallig zijn. Of het kan wel toevallig zijn, ik heb gewoon brute pech. Maar ik vertrouw het dus niet. Oké. Was dat een flaas in mijn oor? Ik begin het gevoel te krijgen dat er iets achter mij is. Oké, dan niet. Waarom heb ik ook zo... oké. Ik zweer het. Ik vind dit niet leuk. Ik vind dit helemaal niet leuk. Oké. Dit is stresserend. Gewoon dat er niks gebeurt.
Dat is het ergste. Je gebeurt niet en je weet, er gaat iets gebeuren. En wanneer win ik? Oh, disket. Yes, dat is 5, denk ik. Oh, fijn op slot. Die ben ik in een tijd niet meer tegengekomen. Ik haat hoekjes. Met meer hoeken! Oh my god. Als dat nu toch oké, okay, dat is geen doel van het. Oh oh, daar is het weer al. Oké. Dus ik veronderstel dat ik dat ding weer terug kan verwachten. Gewoon door blijven spelen. Mr. Stick. Meneer Stokvintje, pak mij niet. Is hij hier? Oké, okay, ah, daar, hij is hier. Ja, hij is hier. Oh, fuck. Ah, dat is zo verwarrend dat draaien. Okay. Wat? Heb je dat die deur geopend? Nee. Dat deed je niet. Dat deed je niet. Open die deur niet. Wow! Oh, nog één? Wat, zijn er nu twee dingen? Oké dan. Oeh! Oké, dat is fijn. Dus dat is al 4 keer in een gang. Wow! Oké, daar is iets. Laten we daar niet naartoe gaan. En sorry als dat laat was voor jullie oren. Ik verschot. Oh, 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 fuck, oh, fuck, oh, oh, nee, ga weg. Hey, douche. Hey, douchebag, ga eens weg. Ik wil dit. Is het er nog? Ik wil dit niet meer spelen. Ik wil dit niet meer spelen. Dat was veel tijd. Ah, oh, for fuck's sake, jongen. Jumpscares! Ah, fuck me! Ik kom niet door die deur. Oké, dus nu begint het vaker te spannen. Volgens mij is dit een survival game. Dus... Oh nee, hij is achter mij. Hij is achter mij! Oké, jij bent niet fan. Ik mag jou niet. Oh nee, ik ben daarin. Ah, en ik heb geen sprint juice meer. Oké, okay, dus nu begint hij langs alle kanten te teleporteren en probeert hij mij dood te gaan. Ik begin het door te gaan, dus hij begint mil. Waar? Is hij hier? Waar is hij? Holy crap, oké. Okay. Oké, okay, dat is hij. En hij staat daar midden in de kamer weer een stokvintje te weer. Maar nee, nee, no way. Waarom open jij steeds deuren? Douchebag! Maar... Stop met mijn deuren te openen, ik vind u jou niet fijn! Oké, okay, ik zit vast. Nee, god